Bewustwording over diabetes is niet alleen voor de patiënt die de ziekte heeft, maar het is ook belangrijk dat familie en vrienden van de patiënt zich verdiepen in de informatie over diabetes mellitus. Nefroloog Keshav Persad Gurdat van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP zei vandaag tegenover onze redactie dat de bewustwording voor de omgeving van de patiënt verhoogd moet worden, zodat deze zich niet uitgesloten voelt tijdens de behandeling. De nefroloog benadrukt dat wanneer de patiënt de poli verlaat, het de geliefden zijn die de zorg op zich nemen. Dus de omgeving en de patiënt vooral, educatie geven van wat is diabetes, wat mag je eten, wat mag je niet eten, hoeveel lichaamsbeweging minstens is nodig om je suikers naar binnen te krijgen. Het gezin van die patiënt is enorm belangrijk om hem te ondersteunen in deze. Ga je het gevecht alleen aan, dan ga je het verliezen. Maar heb je die motivatie van je echtgenoten, heb je motivatie van je kinderen, wordt er extra gelet, gaat iedereen hetzelfde eten wat papa gaat eten of mama gaat eten die diabetespatiënt is, wordt er dus dan ook awareness gebracht bij de kinderen. Gurdat geeft verder aan dat diabetes ook vroegtijdig kan worden gediagnosticeerd. De symptomen waarop gelet moet worden verschilt wel met de symptomen als iemand al diabetes heeft. Bij een prediabetesfase kan er wel voor gezorgd worden dat zo iemand de ziekte niet krijgt, meent Gurdat. Als je begint plotseling af te vallen, zonder dat je daarvoor een speciaal dieet houdt of zo, of lichamelijke activiteit hebt veranderd. Dus dat moet een teken zijn, kan een teken zijn van diabetes, maar ook bijvoorbeeld meestal gepaard gaan de drie symptomen die samengaan. En dat is dus heel veel dorst hebben, heel veel drinken en heel veel honger hebben. Dus dat zijn, wordt een trias van diabetes genoemd, samen met ongewenst gewichtsverlies. Belangrijker nog is dus de stadia van prediabetes. Dus je hebt de normale situatie en dan heb je de situatie waarbij dus de patiënt nog geen diabetes, maar prediabetes. En daarna heb je een situatie waarbij de patiënt wel diabetes. En die tussenperiode waarbij de patiënt prediabetes is ook enorm belangrijk. Het advies van de nefroloog is voor iedereen, maar vooral voor de jonge mensen dat als ze alcohol gebruiken, roken, een ongezonde levensstijl hebben of iemand in de nabije familie diabetes heeft, dat ze naar de dokter moeten om hun suiker te laten checken. Want meten is weten.